Nederlanders zijn er nu in Nederland? Ik denk 17 miljoen, klopt dat ongeveer? Bijna. 16 en nog een beetje, ja. En Nederlanders in het buitenland, hoeveel, schat u, zijn er daar? Nou, wij hebben een behoorlijke, zoals dat heet, diaspora. Alleen in Canada al hebben we 1 miljoen Nederlanders. Althans, ik moet precies zijn, 1 miljoen mensen van Nederlandse afkomst. En u hebt dus een prachtig evenement georganiseerd, zoals vanavond, het Prinses Christina Concours. Daar profiteren dan alleen de Nederlanders in grote steden van, vermoed ik. Nou, het is niet alleen voor de Nederlanders, want als u goed om u heen kijkt, ziet u ook een heleboel Canadese mensen. Het is een samenstel. We hebben een paar dagen geleden Koninginnedag gevierd. Gisteren, zoals ik in mijn speechje net zei, was een wat droevige bijeenkomst. Dat was de 4 mei bijeenkomst, dat we de mensen herdenken. Vooral de Canadezen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid in Nederland. Vandaag is nogmaals een wat vrolijkere dag. Dan vieren we 5 mei dat wij bevrijd zijn, dat we onze vrijheid terug hebben gekregen. En dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om, zoals vanavond, 3 fantastische, jonge, talentvolle, ik hoop dat u dat met me eens bent. Absoluut. Zeer talentvolle, jonge muzici van het Prinses Christina Concours hier te hebben. En ik heb gehoord, Prinses Christina heeft ook een relatie met Canada. Ja, en dat geldt voor onze hele koninklijke familie. Prinses Christina is, zoals u waarschijnlijk weet, de zuster van onze koningin. De jongste koningin zuster, geloof ik. De jongste zuster. Een andere zuster overigens, dat is prinses Margriet. Mm-hmm. Die is geboren hier in Canada, in Ottawa, tijdens de oorlog. Oh, dat wist ik niet. Dat is een nieuwtje voor mij. Geweldig. Ja. En prinses Christina heeft in Montreal ook gezang gestudeerd, geloof ik. Dat klopt, ja. Dat heeft u goed gehoord. Ja. Maar jammer dat ze er vanavond niet is, anders hadden we ze ook eens geïnterviewd. Zou dat heel graag gedaan hebben, maar het Prinses Christina Concours treedt wereldwijd op. Ik herinner me nog fantastische bijeenkomsten in Jakarta, in Athene. En dit zijn de dames die de Noord-Amerika-tour doen. Maar collega's van hen, ook hele jonge, talentvolle Nederlandse muzici, die treden elders op in de wereld. John voor mij en ik ben een kunstschilder uit Amsterdam. Ik ga 2 keer per jaar terug naar Nederland om mijn werk af te zetten bij de galeries. En het bevalt me uitstekend hier, dat heen en weer peddelen. Maar ik ben en blijf nog steeds Nederlander. Peter, waar kan ik jouw werk komen bekijken? Je kan het zien online op mijn website. Goed. Maar ik heb ook een galerie hier in Vancouver. Oh, waar is die? Dat is de Elliot Lewis Gallery. En die zit op East First. Begrijp het, ja. En je kan mijn werk zien online als je mijn naam ingoogelt. Oké. Okay. Voor mij. En u bent ook leraar, docent hier aan de UBC? Ik heb heel lang lesgegeven aan de universiteit in Nederland. En ook hier op UBC. Ja. Okay. En nu ben ik alleen maar aan het schilderen. Prachtig. En wat vond u van de avond, van de eerste helft tot nog toe? Geweldig. Het talent van die jonge mensen is adembenemend. Ik zei tegen Jaap Coudoot, onze consul. Ik zei, als Handel haar had kunnen horen zingen, had hij gezegd, zo hoort het. Ja. Wat een stem heeft ze. Hè? Ja, geweldig. Ja, en ze zien er ook leuk uit. Hè? Ja. Hebt u kleine tekeningetjes zitten maken of zo? Nee, maar ik kijk wel en ik observeer altijd. Ik observeer jou nu ook. Maar die... En de cameraman heb ik goed bekeken. Just watch my life.
zo blij dat ik vanavond hier met drie muzici mag staan die we net gezien hebben. Dames, jullie waren echt prachtig, geweldig. Ja, dank u. En als ik het goed begrepen heb, zijn jullie alle drie finalisten geweest en ook winnaars zelfs van het Prinses Christina concours. Is dat juist, Nikki? Ja, dat klopt. We hebben allemaal iets gewonnen in het concours in verschillende jaren. Ja. Jij hebt in 2004 al gewonnen en 2008, klopt dat? Ik heb 3 keer meegedaan. 2 keer solo en 1 keer met mijn pianotrio. Volgens mij was ik de eerste keer 12, de tweede keer 14 en de derde keer 16. Maar ik weet niet meer welke jaren dat waren. Dus jouw studiejaren zijn voor een heel groot deel bepaald geweest door dit concours dan? Ja, mijn middelbare schooljaren, want ik ben nog maar net 2 jaar bezig op het conservatorium. Mm-hmm. Maar ze geven heel veel kansen aan de jeugd. En daarom heb ik ook meegedaan voor concerten en dat soort dingen. Ja. En hebben jullie elkaar ook bij Prinses Christina dan leren kennen? Ja, dat klopt. We zijn bij elkaar gebracht voor deze reis naar Amerika. Maar daarvoor kenden vooral Didel en ik kenden elkaar wel van school. We zitten bij elkaar op school. En Nikki zit in Den Haag op school. En nou ja, die conservatoria die werken erg nauw samen. We hadden elkaar nog niet ontmoet voordat we hier zouden gaan spelen. Ja, dat is een van mijn vraagjes. Jullie hebben nu zoveel stukken samen gedaan. Hoe lang hebben jullie geoefend, gerepeteerd voor dit concert? Nou, ik denk, ik werk natuurlijk alleen met Didel. En ik denk dat wij hebben elkaar ontmoet anderhalve maand geleden of zo. En toen zijn we voor het eerst gaan samenwerken, repeteren en... dat ging eigenlijk meteen heel goed. Dus... Ja, het klikte meteen, dus dat was wel positief. En jullie zien er zo mooi uit. Hebben jullie de jurken ook gesponsord gekregen? Of zelf gekocht of genaaid of gekozen? Was het maar waar. Ja. Ja, was het maar waar. Nee, die hebben we toch zelf uit moeten kiezen. Ja, en zelf mogen betalen ook, of zijn ze gesponsord? Ja, zelf mogen betalen. Ja, ik hoop dat ze nog heel lang kunnen gebruikt worden. Ja. Zeg, en jullie zijn naar Los Angeles geweest en naar San Francisco. Nu zijn jullie in Vancouver vanavond en dan gaat het verder naar? Washington DC gaan we verder heen. Dat wordt waarschijnlijk ook erg leuk. En gaat president Obama komen kijken? Weet je daar iets van? Nee. Ik denk het niet, nee. Ik hoop van wel, maar ik denk het niet. Het zou heel leuk zijn, maar waarschijnlijk heeft hij een te drukke agenda. Hij is ongelooflijk druk. En natuurlijk heeft dit vooral te maken met de Nederlandse groep mensen in elke stad. En de Netherlands American Foundation. Dus dat trekt natuurlijk heel veel Nederlanders. En het is altijd leuk als er ook echte Amerikanen komen kijken. Maar ja.